Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaart reading doen voor 18 oktober 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. Oké. Goed. De eerste kaart voor vandaag is creatie. Oké. Ja, je kan natuurlijk ook heel erg goed werken met de energie van de maan. Je durft ook wat meer te doen. Voor jezelf is het belangrijk en ga dus wat meer werken met de energie van creatie. Misschien heb je een bepaalde tijd stil gezeten of heb je even niks kunnen doen. Vandaag is het dan even extra de tijd om te werken aan je creaties, erop te vertrouwen en dat je dan daaruit ook steeds meer dingen in orde zal krijgen en dat er ook meer succes uit zal gaan komen. Kaart nummer 2. Oké. Toekomst, doelen, beslissingen te maken en zoeken voor begeleiding. Oké. Dat vandaag ook even is waar je iets in mag gaan ondernemen. Misschien moet je dat ook wel in een bepaalde vorm van uit je creatie juist gaan doen. En de derde kaart is gezegend. Er dan ook heel duidelijk op te vertrouwen dat je gezegend bent, dat je wordt geholpen en dat je wat dat betreft ook niet er alleen voor staat. En dat het universum je ook echt wel behulpzaam is waar nodig is. Dus heb daar een vorm van vertrouwen in. Oké, mooi. Durf deze drie kaarten, wat ik al zei vandaag, deze drie energieën vandaag te combineren of daaruit bepaalde stappen te zetten. En doordat je dat doet, geeft je ook weer een bepaalde vorm van veranderingen. Goed, mooi. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je daarbij natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.